Hey, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ja, ik doe er zo, maar helemaal niks van waar. Ik heb helemaal niet gelopen, nou. Ik zit wel in het bos, maar ik heb niet gelopen. Waarom? Om de dood eenvoudige reden, ik heb altijd een telefoon bij me en heb ik hier zo'n band om de arm waar dan de telefoon in gaat. Hou je alles bij, oortje, muziek, noem maar op. Ja, die ben ik vergeten. Die ben ik vergeten. En dan is er iets bij mij dat ik dan zeg van ja, dan houd het op. Ik wil dat gewoon bij me hebben. Dat is een beetje, misschien een beetje ADD, ADHD-achtig iets. Nee, het is gewoon iets wat je gewend bent. En door die gewending raak je eraan. Ja, ben je dat gewoon op die manier hebben. Ja, het is een bepaald gevoel. Dat het iets meteen met ADHD of ADD te maken heeft, ja, dat weet ik niet. Maar veel mensen zullen nu zeggen van ja, absoluut. Maar ik weet het niet. Het zijn gewoon bepaalde dingen die je zelf aanleert wat dan een bepaalde gewenning moet zijn. En als het dan anders uitpakt, dat ja, even lastig is. Ja, min of meer kun je zeggen dat het de vorm is van ADHD. Dat je niet kunt schakelen, maar ja, weet je, ik heb dan ook niet zoiets van, oh, weet je, dan doe ik het anders. Want als ik hem met mijn broekzak doe, dan zak ik mijn broek naar beneden toe. En in de hand vasthouden, dat kan ik niet. Dan kan ik niet hardlopen. Dus dan gaat het ook weer tussen je oren zitten, denk ik dan. Het gaat gewoon niet. Dus, ja, dat gezegd hebben we gisteren een leuke dag meegemaakt. Want ik heb gisteren een andere motor gehad, een nieuwe motor, zoals je het kunt noemen. En het is het nieuwere broertje van de motor die ik al had. Het is een Kawa 7,5, ATD 7,5. Maar dit is een 2-cilinder. En die andere is een 4-cilinder. En ik had zin in een 2-cilinder. Vind ik leuke geluid hebben, zit de kracht meer onderin. Die 7,5 heeft een wat, zoals we noemen, een hoge toerenmotor. Dat kon ik gisteren ook wel meteen merken, want als ik bij die andere motor, die 4-cilinder, als ik dan 80 reed, dan zat hij al op 4000 toeren. En met deze zit hij pas op 3000 toeren. Dus hij zit lager in zijn toeren. Maar er zit wel meer kracht onderin. Dus als ik dan een bocht maak, normaal gesproken zou ik dat dan met die hoge toerenmotor in de vierde versnelling of in de tweede versnelling moeten doen. En nu kan ik diezelfde bocht bij spreken in de derde versnelling doen. Dus je kan er rustiger mee rijden met dezelfde veelheid vermogen. Dus ja, weet je, het is gewoon leuk, gisteren opgehaald. We moesten wel gewoon even naar Papendrecht. Dus een eindje heen en weer rijden. Maar je hebt dan wel meteen na het uur rijden. Moet ik wel zeggen, ik had even wat last van mijn nek. Want dan ben je natuurlijk de hele tijd niet meer gewend om een uur lang te rijden met de helm op. Dus toen ik thuis kwam had ik even wat spierpijn, zeg maar. Of tenminste het gevoel in mijn nek. Dus maar goed, ja. Ik zal hier natuurlijk even daar wat foto's even plaatsen van de motor. En dus kun je al een beetje zien. Ik hoop, het weer ziet er niet heel erg joffel uit. Alhoewel het wel een beetje droog blijft. Dus wellicht dat ik straks na het voetballen ga met de motor. En ja, dan zullen we misschien een aantal jongens van het voetbal die dit kijken wel zien of niet opgevallen zijn dat er een motor staat voor mij. Maar goed, we zullen het wel bekijken. Ik ga in ieder geval richting een sporten. Daar ben ik nu eigenlijk al een beetje aan beland. En dan gaan we eventjes een lekker rondje doen. Dat gaan we doen. Dus bij deze zeg ik in ieder geval tot de volgende keer geen hardlopen.
Dat ga ik daar natuurlijk wel doen op de loopband, absoluut. Dus dat gaan we gewoon doen. En de rest van het rondje. Dus nou, ik zie je in ieder geval voor de volgende keer weer terug. Ik hoop dat je deze leuk gevonden. Even duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je volgende week weer terug. Even een updateje nadat ik bij de fitness ben geweest. Wat het was, weet ik niet. Maar het ging niet lekker. Ja, uiteindelijk, ik ben geweest. Uiteindelijk. Probleem. Er zijn dan weer van die gewenningsdingen waar ik straks ook al over had. Met het zogezegde ADHD of iets dergelijks. Oortjes. Ik sport eigenlijk altijd met oortjes in. Kijk. Die. Kom ik eraan. Doe ik mijn oortjes in. Leeg. Oh. Leeg. Dus. Niet opgeladen. What the fuck. Nou, dan is dat nog te overzien. Je kan ook gewoon zonder oortjes sporten. Heb je op je schermpje, ik heb zo'n schemaatje, zo'n app. Volgens dat appje ga ik dan mijn oefeningen afwerken op de tel. Dus die app die telt wanneer je zeg maar je rap kan beginnen. En weer door naar de volgende rap. Dat is allemaal in een bepaald tempo. Je hebt dan mensen die gaan een fitness en dan achter elkaar pompen. Dat kan. Dat is ook een manier. Deze doet het juist rustig aan. Dan heb je eigenlijk in verhouding minder gewicht nodig. Maar omdat je dan rustig doet, heen en terug, rustig doet, heb je zowel heen als terug spanning op je spieren staan en dan ga je ook trainen. Maar vandaag ging dat niet bij alles goed. Waar het aan ligt, ik weet het eigenlijk niet. Of dat het inderdaad komt dat ik vorige week maandag weer getraind had en dan nu pas weer, dus weer een week ertussen heeft gezeten. Ik verwacht eigenlijk van wel. Dat het daarmee te maken heeft. Maar goed, dat zie ik dan morgen wel en dan woensdag weer. Want ik hoop dat ik morgen en woensdag nou wel weer kan gaan fitnessen. Achter elkaar. En dan kan ik kijken in hoeverre dat zeg maar de impact is geweest voor mij. Kijk, je wordt natuurlijk ouder. Leeftijd gaat meespelen. Dus ook op het moment dat jij niks doet, zakt jouw conditie of je spierkracht denk ik ook best wel snel in. Of dat het al binnen een week is. Ja, dat weet ik van niet. Maar goed, speel er wel even mee. Nou, dan krijg je puntje nummer 2. Dus puntje nummer 1 was de band dat ik niet kon hardlopen in het bos. Puntje nummer 2 was de oortjes die niet opgeladen waren. Dus wel bij niet opgeladen. En dan komen we naar puntje nummer 3. Tres. Waterbidon. Bidon vergeten mee te nemen. Dus ja, ook weer zo'n stukje gewenning. Ik weet, ik heb altijd een bidon bij me dat ik tussendoor even een keer kan drinken. Een slokje, alles maar een slokje, alles maar eventjes je mond een beetje vochtig maken of weet ik het wat. Alles is dat maar. Ik heb het niet bij me. Gewoon niet bij me. Staat thuis op de aanrecht. Wat een hek. Wat een gek. Wat een gek. Maar goed. Laat maar. Toen gingen dus bepaalde oefeningen gingen niet lekker. Ik heb ook zoiets van, weet je, laat ook maar. Ik heb de meest belangrijke oefeningen heb ik gedaan. Daarna had ik nog wat plank oefeningen en buikspieroefeningen. Die heb ik maar eventjes gelaten voor wat het was. En ik was er helemaal klaar mee. Dus, ik heb dus niet alles gedaan. Ik heb niet alles gedaan. Maar goed, geeft niet. Volgende keer beter zeggen we maar. En dan en dan kijken we de volgende keer weer als we in de sportschool zijn of weer gaan hardlopen volgende week zondag. Morgen gaan we in de sportschool. Gaan we kijken. Samen met mijn dochter als het goed is. Als die een beetje kan sporten. Vorige week donderdag had ze een auto-ongeluk.
gehad. Ze aangereden, de fiets. Gezien hoe dat de auto en haar fiets uitzag, mag ze eigenlijk van geluk spreken dat ze eigenlijk maar met een paar kneuzinkjes en wat blauwe plekken er vanaf is gekomen. Het had erger kunnen zijn. Ik bedoel, als de ruitstijl van de auto, dat daar een deukje in zit, dat de ruit kapot is, boven het dak zat een klein deukje. En de zijkant van de auto waar de fiets tegenaan geklapt is, er zaten wat krassen en deuken in. Ik ben vergeten om van de auto foto's te maken. Ik heb wel foto's van de fiets, hoe dat het eruit zag. Die is gewoon tot los. Maar als je dat dan zag, denk van, meisje, je bent er eigenlijk nog best wel heel erg goed vanaf gekomen. Het had veel erger kunnen zijn. Maar goed, dat was gebeurd en gelukkig is dat daarbij gebleven. Zeg ik nogmaals, ze heeft wat blauwe plekken. En ze is aan het been een beetje stijfjes. Dus we moeten even kijken wat er morgenavond gaat gebeuren. Misschien dat we morgenavond gewoon wel wat doen met wat minder gewicht. Dus dat zien we wel. Ik ben nu thuis. Ik ga nu afsluiten. En dan zien we de volgende week zondag weer terug. Eerste stukje. Tweede stukje. Ja, moest een keer zo zijn. Dus dit wordt hier gemonteerd met foto's erbij van de motor. Misschien ook een foto van de fiets erbij zet. Ik weet niet. Kijk maar, ik wacht wel af. Ik zie jullie in ieder geval volgende week. En dan nogmaals duimpje omhoog. Even abonneer op dit kanaal. Please. Oh ja, vandaag Juliana, wedstrijd. We wachten wel af. We zullen het wel zien. Zelvolde. Lastige tegenstander. Goed, we zullen het wel zien. We gaan nog voor de periodetitel. Bekerkansen zijn klaar. Is af. Vorige week al over verteld. Was drama. Echt drama. En we gaan dus nu voor de plaats. Periodetitel hebben we natuurlijk al binnen. Maar wel voor de plaats waar je uiteindelijk gaat starten. Dus. Ik zou in ieder geval zeggen tot volgende week. Nogmaals, duimpje omhoog. Even abonneer op dit kanaal. En dan zie ik je volgende week weer terug. En dan ga ik afsluiten met een hele korte. Ciao.